Wij geven subsidies hier in Amstelveen. Uh, en met name als het gaat om de, zeg maar, de, de grote subsidies, dus meer dan 50.000 euro. Ja, Dan verwachten we ook wel van de instellingen dat zij ook uh, nou ja, zorgen voor een goede verantwoording de, daarover. Wij moeten het weer verantwoorden aan de, aan de gemeenteraad. Dus ja, daarom willen we dat dat goed gaat. Ja, en dan voornamelijk als de subsidieinstellingen hun voorwaarden niet nakomen, wilt u dus ze dan een korting van 5% geven. Uh, wat voor voorwaarden moeten we dan denken? Nou. Uh, we willen bijvoorbeeld weten, je hebt uh, in het jaarverslag, een uh, jaarverslag moet altijd uitgebracht worden van hoe ben, hoe ben je omgegaan met het geld wat je gekregen hebt van de Amstelveners. Uh, een van die zaken die bijvoorbeeld die daarin opgenomen moeten worden, van, van wat, wat verdienen eigenlijk alle, alle directieleden. Ja, dat zijn zaken die je echt wil, wil weten. Je wil dat het transparant is, want nogmaals, het is gewoon geld van de Amstelveners, belastinggeld. En dat het ook echt inzichtelijk is voor Amstelveen uh, wat daarmee gebeurt. Dus voorheen was het nog niet mogelijk om ze te korten en het is een nieuw voorstel. Uh, uh, waar is het vandaag gekomen? Zijn er concrete voorbeelden geweest in Amsterdam of is het gewoon voor de zekerheid? Ja, het is echt voor de zekerheid. Ik hoop dat het nooit zover komt. Ik hoop ook gewoon dat dat uh, gewoon goed gaat. Het is een beetje een stok, uh, een stok achter de deur. Het heeft ook te maken met: met we hebben een accountant, want die controleert daar ook op. Dus als zij te laat staan, dan zijn wij ook weer te laat. En je wil dat het gewoon, het is, nogmaals, het is allemaal gewoon belastinggeld. Dat moet goed gaan, dat moet uh, transparant zijn en dat moet uh, tijdig. Dus vandaar dat we dit doen.